Is wie. En nou ja, we nemen onze, uh, onze gasten vandaag ook door de Google-zoekmachine. En dan uh, gaan we nu beginnen met Mona Keizer. Wat wordt er zo al over u gegoogeld? Nou, wat heeft u gestudeerd? Dat willen we heel graag weten. En daarna, we, daarna willen we ook graag weten, wie is de echtgenoot? En ja, daar is die weer. Is Mona Keizer katholiek? Dat is oh. een hot topic, zo blijkt. Okay. En wanneer we dan eenmaal op dreef zijn, dan is een van de meest gezochte zoektermen. Waarom ging Mona Keizer weg bij het CDA? Ah, ja. Ja, beantwoord dat maar eens even kort. Of kan ja. dat kort? Uh, nou ja, ik, ik herken hem gewoon niet meer uh, in de partij. En dan moet je en dat is iets wat je nu in één korte zin zegt... maar daar gaat echt een heleboel tijd aan kwijt. Als je vanaf je twintigste vanaf je lid bent van, uh, ja. van de partij 32 jaar. Maar uiteindelijk heb ik dat uh, ja, besluit moeten nemen. Hoe is het uh, de, de band nu met de CDU's in de, in de Tweede Kamer? Um, goed, Ja hoor, goed. Weet je, ik heb, ben ook nooit um, gaan natrappen of wat dan ook. Zo zit ik niet in elkaar. Daar ben ik de mens niet naar. Maar het is gewoon een moeilijk besluit geweest. En ik ben nu bij de BBB en ik ben compleet en volledig op mijn plek. Heerlijk. Goed. Dan, uh, nou, wat heeft ik. u gestudeerd? Rechten en bestuurskunde. Dan uh, de echtgenoot van Keijzer. Ja, dat nou, is blijft... nou de leuke vraag. Nee, maar die blijft heel graag uh, oh. buiten het nieuws <laughs> en buiten de media. En dat moet je respecteren. Zeker, ja. Dus, ja. Maar als je het googelt, dan komt er dus ook weinig naar boven, blijkbaar. Ja, ja klopt. Ik ga toch even proberen, En Dat willen wil ik... hij graag zo houden. Oh, ja. Ja. En uh, katholiek? Ja. Zeker. Gedoopt, alles. Kijk aan. Vormsel, noem het maar op. Ja. Daar weten we dan uh, nu alles over. <laughs> en uh, de ja Ik moet zeggen, we hebben